En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel leuks maken met droogbloemen. Ik ben hier zelf heel enthousiast over en die komt zeker bij mij in de kast. En we gaan aan de slag met een stolp. Je kan zelfs kiezen tussen een lichte ondergrond en een donkere ondergrond. Dus voor ieder wat wilt. En je kan kiezen tussen een pakket tussen roze en wit, wat neutraler. Dus net wat je zelf leuk vindt. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. En heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Ik zie dat 70% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Kost helemaal niets. Je blijft alleen op de hoogte van alle leuke films die ik maak. Dus een win-win situatie. En je helpt mij een beetje. Dus dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik net al zei, heb ik twee verschillende kleuren stolpen. Of tenminste de onderkant. Deze is wat meer lichter bruin. En deze is iets donkerder. Qua grootte zijn ze bijna hetzelfde. Dus voor beide heel erg leuk. Ik ga vandaag aan de slag met de lichte. Maar je kan dus beide soorten, je kan een keuze maken welke je graag wil bestellen. We gaan dus opmaken met droogbloemen. Heel erg in natuurlijk. En natuurlijk ook heel erg leuk in deze tijd. Daarvoor heb ik speciaal oase. Dit is speciaal voor droogbloemen. Hoef je niet nat te maken natuurlijk, want dan worden de droogbloemen vochtig. Deze kan je zo gebruiken. En ik heb allerlei soorten droogbloemen in het roze gepakt nu. Maar je kan dit pakket dus ook in het wit bestellen. Ik haal jullie iets dichterbij, zodat jullie precies kunnen zien wat ik doe. Ik haal de stolp er even af. Af en toe moeten we wel eventjes kijken of we qua hoogte niet zo groot werken. Dan heb ik hier, ja, het is een heel apart soort materiaal. Maar echt heel erg mooi in het bruin. En die ga ik om de buitenkant van de oase heen door. Let op als je met droogbloemen werkt, dat je niet met materialen werkt die nog vochtig zijn. Want dan kan het gaan schimmelen. Dit zet ik er gewoon omheen. En dit zet ik even vast met een touwtje die ik er weer omheen bind. En daar leg ik gewoon even een strikje in. Zo hebben we de buitenkant van de oase gelijk al mooi weggewerkt. Dan knip ik even de bovenkant, die er dan uitsteekt, knip ik er even af. Wat we dan gaan doen is even de hoogte bepalen om te kijken hoe hoog we eigenlijk mogen schikken met in de stolp. Dit doe ik door middel van een grasje. Ik kan hem er gewoon even naast zetten. En die steek ik in het midden. Nou, zoals je ziet kan ik nog heel iets hoger. Maar dan is het hem ook eigenlijk wel. En dan weet ik dat ik ongeveer op die hoogte moet blijven. Dan heb ik nog mooi zo'n geverfde graan en die zet ik ernaast. En dit doe ik met drie granen op verschillende hoogtes. Dan zet ik deze natuurlijke zet ik ernaast. En ook hiermee werk ik op verschillende hoogtes.
Dan heb ik super mooie roze geverfde papavers. Echt heel leuk. En ook deze vind ik leuk om op hoogte te verwerken, maar doe ik iets lager als de rest. Kijk goed hoe je product mooi tot zijn recht komt. Dat vind ik altijd belangrijk in een stukje. En ook nu doe ik dat, zoals je ziet. Dan heb ik een mooie gedroogde Protea. Deze is iets grover. Deze zet ik er een beetje naast. Zoals je ziet geeft deze echt body in het stuk. Maar je blijft alle materialen echt goed zien. En dit vind ik echt een mooi bloemetje. Rodante. Kwetsbaarder. Ook om te verwerken. Dus hou daar rekening mee. Steek hem er voorzichtig in. Maar dit geeft wel echt een romantisch sfeertje in je stuk. En ook deze verwerk ik op verschillende hoogtes weer naast het stukje. Dus je herhaalt het eigenlijk een beetje. Maar zoals je ziet blijft elk bloemetje goed zichtbaar en blijft het goed tot zijn recht komen. Mooi limonium. En deze plaats ik aan de andere kant. Als je normaal gesproken niet echt met droogbloemen werkt en eigenlijk alleen op gewoon oase werkt, dan zul je merken dat het grove, zware steek, laat maar zeggen. Het is ook wat dikker en compacter materiaal dan oase. Wat meer hard, laat maar zeggen. Dan heb ik super mooie disteltjes. Deze geeft er ook een plekje naast. En deze steek ik er mooi diep in weg. Mocht het steeltje nou te zacht zijn, kan je altijd even voorprikken met een satéprikkertje. Deze plaats ik ernaast. Jongens, kijk hoe mooi. Leuk sfeertje is dit. Nu mag het voor mij best wel iets romantischer. En dat kan je natuurlijk heel leuk doen door fijne bloemetjes, zoals gipskruid. Die rodante doet het eigenlijk ook al een beetje. Maar door het gipskruid maak je nog net iets romantischer. Dit is natuurlijk ook heel leuk om cadeau te geven met Valentijnsdag of bijvoorbeeld voor een bruiloft. En ik vind het wel mooi om het gipskruid zowel hoog als wat lager te verwerken. Dan ga ik nog even wat extra papavertjes toevoegen in het roze, maar dan echt heel diep op het oase. En ik laat nog wat van die graan terugkomen. Dit steek ik ook wat korter in. En ik ga tussendoor even spieken hoe het staat met mijn stolp erop. Ik zie dat die net wat hoger uitkomt nu. Maar net of hij staat niet helemaal in het midden. Dat kan natuurlijk ook. Hij mag er een klein beetje dieper in. Dus probeer soms even af en toe te kijken. Ja, perfect. Kijk dan hoe mooi hij is al.
Dan hebben we nog een paar kleine plekjes zichtbaar. Deze gaan we nog eventjes opvullen met wat meer bloemetjes. Ik vind het wel mooi om dezelfde soort bloemetjes te gebruiken. Dus die steek ik op. Diep weg. Doe het wel voorzichtig, want droogbloemetjes zijn altijd best wel kwetsbaar. En zoals je ziet heb je in mijn stukje echt op heel veel verschillende hoogtes heb je wat zitten. Maar het is allemaal wel heel goed zichtbaar. Het komt eigenlijk allemaal goed tot zijn recht. Dus welke kant je op kijkt, je ziet elk bloemetje gewoon goed zitten. En dat vind ik heel belangrijk. Dan heb ik nog een beetje Tillandsia. En dit vind ik altijd een mooi kleurtje geven in je stuk. En maak dat nog net eventjes af. En dat doe ik nog net eventjes op de laatste plekjes waar ik geen bloemetje heb. En dit zet ik even vast met een krammetje. Hoeft echt niet veel te zijn. Een heel klein plukje is eigenlijk voldoende. En dan is die super mooi gevuld. Kom eens kijken hoe mooi. Alles komt super mooi tot zijn recht. Ik ga de stolp er nog even op zetten. Jongens, kijk wat een plaatje echt. Deze komt bij mij zelf in de kast. Ik ben hier zelf echt helemaal verliefd op. Ik hou sowieso heel van roze, dus dat is ook wel mijn kleur. Maar ik kan hem dus ook in het wit bestellen. En ik wil jullie even laten zien hoe het uitziet op de donkere stolp. Ook hierop staat hij echt super mooi. Nou, deze komt sowieso bij mij in huis. Ik ben sowieso gek op roze, dus dat past wel goed. Maar je kan hem dus ook in wit bestellen. En vond je het nou leuk om met droogbloemen aan de slag te gaan? En vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je zoiets van, goh, ik wil graag wat anders leren? Hieronder kun je een reactie achterlaten. En ja, dan ga ik er misschien wel mee aan de slag. En je kan ook nog steeds meedoen met de winactie waarbij je dit DIY pakket kan winnen. Ik zal hem even in beeld brengen. Die actie loopt nog tot volgende week. Volgende week wordt de winnaar bekendgemaakt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even een reactie achter te laten en een duimpje omhoog te doen onder die video. Dus zoek hem even op en laat even een leuke reactie achter. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doeg!